FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Body Results. Wim Jonk, een 0-2 verlies tegen PSV. Ben je in de eerste helft niet helemaal gek geworden van de gemiste kansen? Ja, als je supporter bent van Volendam en ik als trainer, dan ben je wel, dan zit je wel te wip op je stoel. Ja. Als je zulke mooie opgelegde kansen krijgt, en mooi uitgespeeld ook, ja, dan moet je er een aantal afdrukken. En dat hebben we nagelaten. Ja, je bent natuurlijk trots als wat je als team op de mat hebt gelegd. Maar ja, het is natuurlijk zonde dat je gewoon naar de beker ligt. Heeft het verloop van de wedstrijd je een beetje verbaasd? Nee, ik wist dat we onze kans gingen krijgen. Al moet ik zeggen, ja, ik had natuurlijk van tevoren niet verwacht dat we zoveel kansen zouden krijgen de eerste helft. Maar ik had verwacht dat we onze kansen wel zouden krijgen. Dus niet echt verbaasd ben ik. Heb je wel genoten van het spel? Ja, absoluut. Ik heb ook in de rust gezegd, enorme complimenten. Ik zit te genieten op de bank. Ik zeg, Volendam die met deze energie speelt. Ik zeg, ja, ik kan alleen maar trots zijn. Ik zeg, maar we staan 0-0. We hebben ons niet beloond. En dat is natuurlijk ontzettend zuur. En dat probeer je dan mee te nemen in de tweede helft. Ja, en dan valt toch op het verkeerde moment de 0-1. Ja, en dan zie je dat PSV natuurlijk daar de rust heeft om, ja, om ons dan toch in moeilijkheden te brengen. Terwijl ze niet echt veel kansen hebben gecreëerd daarna. Maar ja, volgens mij nog een onterechte penalty meekrijgen. Dus ja, dan is de wedstrijd op 0-2. En dan, als het 0-1 lang blijft, dan krijg je toch nog een aantal mogelijkheden. Je hebt ook op het laatste moment nog gehad 2 goede kansen. Ja, dan valt die bal ook weer niet binnen. Ja, dat is zuur. En voor de rest, ja, ik kan alleen maar trots zijn op die jongens. Ja, ik denk dat we echt wel goed in het duel zaten. We hadden goede concentratie de eerste helft. We zaten er echt bovenop overal. En ja, dan is het gewoon zonde dat je jezelf niet beloont. Ja, hoe kan dat? Wat ging er mis in de tweede helft? Ja, de tweede helft denk ik wel dat de vermoeidheid er een beetje in komt. En dan merk je dat de concentratie misschien wat minder wordt. Dan is het gewoon koppen bij elkaar steken en hem gewoon weer oppakken met z'n allen. Ja, dus het Volendam van de eerste helft, dat is wel echt het Volendam wat je wilt zien? Ja, dit is denk ik het Volendam wat, de laatste tijd is dit wel het beste wat we hebben laten zien. En ik hoop dat we dat meenemen naar het vervolg. Dat heb ik ook gezegd net tegen de jongens, dat we dit, als we dit kunnen leveren tegen de top van Nederland, ja, dan moeten we onszelf niet meer voor de gek houden. Want dit is gewoon, als we dit elke week op de mat leggen, dan kunnen wij van niemand verliezen. Bestaat niet. Alleen je moet het wel iedere keer leveren. En als je dat levert, dan ga je ook beloond worden. Wat heb je tegen de jongens gezegd voor de wedstrijd? Wat was de boodschap? Nou, de boodschap was heel simpel. Van, okay, geloof, je moet erin geloven. En we moeten gewoon onze dingen doen. Ik heb ook het filmpje laten zien van 12 jaar geleden. Dat Volendam won van een topclub. Dus alles is mogelijk. En daar, ja, met die energie moet je ook spelen. Ze moeten vanaf minuut 1 voelen dat hier geen makkelijke pot voor PSV is. Want als je dat te makkelijk laat gaan, dan gaat PSV natuurlijk in jouw ruimte spelen. Ja, ik denk dat we dat vanaf het begin hebben laten zien. Dat we in het duel zo kort op zaten. Elke tweede bal was meestal voor Oranje. Dus ja, wat dat betreft hebben we het uitstekend uitgevoerd.